Dag 1 van mijn weekloze gsm in een sociale media week. Ik heb gisteravond dus mijn lessenrooster moeten aanvrukken, want dat is iets dat ik normaal altijd op mijn gsm kijk, van de lokale en uren. Dus heb ik gisteravond nog rap kunnen afdrukken in mijn boekentas steken. Ook heb ik een andere wekker moeten zoeken, want mijn gsm is mijn wekker, zoals bij velen onder ons, denk ik. En dan vanmorgen op de tram en op de trein, ik was direct al even hard zijn. Ik heb de metro gelezen, maar wat vooral opvalt, is nu dat je die zelf niet kunt gebruiken, dat je mensen ziet, dat je ziet hoeveel mensen die rondom je die eigenlijk wel gebruiken, die zijn er constant mee bezig. Zelf heb ik dat wat de metro gelezen. Denk ik het ergste van heel de week, de eerste dag, dus vandaag al heb ik meegemaakt eigenlijk. Ik speel voetbal en ik was naar training gereden. Het bleek dat we geen training hadden. Dat was dus, dat is wel 1 en 3 in totaal is dat wel een uur rijden. Dus elk gewoon een verloren uur. Wat ik anders niet zo hebben gehad. Ik heb ook niet nagekeken of een trainer afgebeld heeft of een bericht heeft gestuurd. Dus, dit was dag 1. Nu is het biedt nog lezen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Een beetje voor het schoolwerken misschien. Goed, ik zal je verder doorvertellen. Dit is Sebs, zijn tweede dag in sociale media en gsm. Chapeau, maat. Ik dacht echt niet dat je dat zou volhouden. Ik zou dat in ieder geval niet kunnen doen. Een hele week zonder sociale media en geen gsm. Ik zou dat niet kunnen doen. Ik heb hem gisteren geprobeerd te testen. Ik heb hem een sms gestuurd. Ik heb niet geantwoord, dus respect maat en wow. Dag 2. Vandaag was het al iets moeilijker. Ook gisteravond begon het al. We hadden vanmorgen groepswerk, we moesten met onze groep op school zijn. Ik kon mijn groep ook niet verwittigen. Nu had ik wel gehoopt dat ze dat zelf gezien hadden. Het bleek dat ze mij wel hadden verwittigd en mij hadden gestuurd. Dus maar ik kon niet antwoorden, ik wist het ook niet, dus wat een geluk dat iedereen aanwezig was. Vanmorgen tram in de trein, weer hetzelfde, iedereen op smartphone, ik heb gewoon een beetje rondgekeken. Verveling eigenlijk. Toen ik vanavond naar de trein ging reed, normaal zit ik altijd muziek op in de trein in de auto, dat ging nu dus niet. Dan heb ik het nieuws geluisterd, dat is iets anders, op zich viel wel mee, best interessant. Gisteravond had ik het dan moeilijk om te slapen, want normaal zit ik ook altijd nog een uur op Twitter, Facebook, Instagram voordat ik in mijn bed kruip, en als ik al in mijn bed lig. Ik heb gewoon pen en papier gepakt en ben ik ook beginnen schrijven hoe mijn dag 1 is verlopen. Dat komt ook in mijn carnet de voyage. Subiet, nu is het nog voetbal. Zit even voetbal zien. En als ik dan straks terug in mijn bed kruip, ga ik gewoon dag 2 beschrijven. Dan is deze dag er ook wel op. Dus volhouden. Vandaag dag 3. Was de moeilijkste dag tot nu toe van ikzelf. Met niet veel les gehad, dus veel vrije momenten gewoon thuis. Dat je toch het van, die begint toch wel lang te duren, vind ik al. Ik zit ook maar in een helft trouwens. En wat ik ook merk is dat mijn nagels korter en korter beginnen te worden. Ik was al een nagelbijter, maar dat is er zeker niet beter op geworden nu. Morgen heb ik ook een interview met iemand. Dat is dan de luchtbal, dus ik zal een tram moeten pakken. Nu hoop ik dat ik op tijd ga zijn. Ik ga extra vroeg vertrekken. Want ik zou niet kunnen laten weten bijvoorbeeld, of als ik het niet vind, heb ik ook een probleem. Ik kan niet opbellen, niet opzoeken wat dat juist is. Dus ja, maar kort, volhouden tot vrijdagavond. Komt er wel in. Voorlaatste dag vandaag, dag 4 dus. Vandaag heb ik constant bezig, dus ik heb niet veel last gehad.
niet veel tijd hebt om na te denken. Om, doe ik even op Facebook. Speed. Gisteravond had ik het ook heel mooi, dus dat gaat Speed weer hetzelfde zijn. Zo s'avonds is toch best wel lastig. Moet ik de rest nog trainen, reed ik weer een probleem. De gasten moet ik normaal samenrijden, vullen. Ik wist dat niet. Dus ik heb 10 minuten gewacht, maar ik ben dan doorgereden. Want ik dacht, ja, die komen niet. Wat bleek nu? Ja, dat ze veel hadden. Ik was laten trainen in Zund, waar ik laten trainen. Ze hadden wel blijven willen bellen naar mij en de trainer laten weten. Dus nogmaals, ik denk dat in deze tijd echt niet mogelijk is om zonder gsm op zich al te leven. Maar ja, gisteren dat onrustig gevoel, dat ik vandaag toch nog wel zo een trein en een tram tussendoor, dat je zo hoort, zoiets van, nu moet ik toch wel even kijken, nu wil ik wel even, maar ja, morgen niet zover. Morgen mag ik hem uit de doos halen daar. En is benieuwd wat er allemaal gebeurd is op Twitter, Facebook, Instagram. Ik kijk er wel naar uit eigenlijk. In het begin was ik aan het denken, als ik nu lang... die is ook nu een week die je niet zal gebruiken. Of dat ik die eigenlijk nog wel wil, en dat ik niet gewoon zo'n Nokia zou willen. Maar ik denk dat 5 dagen op zich niet lang genoeg is om echt volledig over te schakelen. Dan zal het echt nog langer moeten doen. En dat je dan misschien zoiets gaat hebben van... Ik heb nu dat onrustig gevoel. Maar ik denk wel dat dat weg gaat gaan naarmate dat je nog langer zou doen. Maar ik denk dat dat niks voor mij is, denk ik. Ik denk dat ik er wel op ga letten dat ik het minder en minder ga gebruiken. Zeker met sociale momenten. Als ik nu merk dat ik met mensen aan het eten ben, bijvoorbeeld middags. En ik zie dat die op hun gsm bezig zijn, dat gewoon niet aangenaam is. Niet leuk is. Dus dan, dat is wel iets dat ik meeneem. Dat jij zelf niet te veel gaat doen. Ja. Goed. Het is beter wat vervelend in bed, zo. Vandaag is de dag dat ik hem eigenlijk terug mag pakken. Ik kijk er naar uit en het begon toch lang te duren. Ik heb dat gevoel niet meer in mijn handen. We zijn binnen wel. Pinko. Even geduld. En dat ik, zoals je kunt zien, dat ik duidelijk een week niet online ben geweest. 16 Snapchats, 3 berichten, 32 Facebook dinges. Hier komen nog wat berichten binnen. ...329 WhatsApp berichten. Dus deze was de week. Ik ben blij dat ze erop zit eindelijk.